Suriname krijgt haar eerste driedimensionale muurschildering, die op de muur naast het standbeeld van Henk Aron aan de Palmentuin zal worden geschilderd. NPS-voorzitter Rusland gaf vandaag het startsein van dit kunstproject. NPS-hoofdbestuurslid Hesdy Pigot gaat in op de aanleiding voor dit initiatief. De aanleiding is dat we vaak studenten krijgen in ons partijcentrum die om informatie vragen van de heer Aron om een scriptie te maken. En wij hebben gedacht dat we dan meerdere mensen kunnen helpen als we dat doen. Het plein wordt hier ook vervrijd, er komen zitbanken, zodat de studenten hier rustig kunnen zitten en van de muur de informatie die ze nodig hebben afhalen. De uitvoerders van dit project zijn kunstenaars André Sontosumarto en Kurt Nahar. Sontosumarto zegt dat het schilderij een ode is aan wijlen Henk Aron. Ze hebben gevraagd om een muren te maken van wijlen de heer Henk Aron. En het gaat over zijn leven, zijn loopbaan, tot aan zijn dood toe. Moest ik dan gaan visualiseren met teksten die ik van hem zou krijgen. Markante uitspraken van hem en bepaalde markante momenten in zijn leven. 3D-muren zijn vrij onbekend in de straten van Suriname. De muurschildering nabij het standbeeld van Henk Aron wordt de eerste met een 3D-effect, zegt Sontosumarto.